Voor goudbedrijven op het niveau van Newmont Gold Corp moet je een lange adem hebben. Dat zegt Albert Ramdien, Senior Director External Relations. Hij sprak gisteren op het hoofdkantoor tijdens een persmeeting in het kader van de Media Engagement Week van het goudbedrijf. Het duurt volgens Ramdien heel lang voordat je tot de commerciële productie komt. Wij zijn momenteel 3 jaar in productie, te rekenen vanaf 1 oktober 2016. Newmont heeft een mineralenovereenkomst getekend met de overheid voor een duur van 25 jaar. Een voortvloeisel van deze overeenkomst is dat er 6% royalties wordt uitbetaald aan de overheid, benadrukt Ramdien. Wij zijn in een partnership met Staatsolie voor betreft de joint venture. Voor de duidelijkheid, Newmont Suriname is een 100% onderneming van Newmont Goldcorp. De joint venture is een gezamenlijke operatie en in die joint venture heeft Staatsolie 25% als een silent partner en Newmont Suriname 75%. Dus 25% van de kosten, maar ook van de baten van de hele operatie zijn voor Staatsolie. En die gaan dus rechtstreeks naar Staatsolie. We zijn bezig in Sabayo, meer naar het westen toe, om daar te kijken of er mogelijkheden zijn in termen van groei. Die mogelijkheden schijnen er wel te zijn. Dus we hebben onze aanvragen ingediend voor exploitatie. En hetzelfde zijn we nu bezig, maar dat zal pas over een aantal jaren zijn. Als we dus winbare goudhoeveelheden daar zien in Noord- en Zuid-Amazonië. En dat is binnen het zuidelijk deel, dichtbij de Stuwmeer. Ramdien legt verder uit dat de levensduur van de 500.000 hectare Merianmijn gesteld is op 14 jaar, tot 2033. Volgens Ramdien kunnen zij langer in de mijn blijven werken, afhankelijk van de exploratie en de vordering van de productie. Er wordt in 4 pits gewerkt op het moment, open pits. Dat zijn die grote open pits, Merian 2, Maraba, Kupari en in Maraba Zuid. Dat zijn kleinere pits, satellietpitten die we noemen. Maar het grootste deel van het gouderts komt uit de Merian 2 pit. Er zijn investeringen met de lokale gemeenschap, op dit moment 400.000, in termen van commerciële overeenkomsten. En dat kan zijn transport van personen, onderhoud van wegen, leveranties van voedselproducten, eieren, groenten enzovoorts. En dan hebben we 1,5 miljoen lokaal hier aangekocht, rechtstreeks. En dat zijn dus voornamelijk groenten en allerhande andere dingen die we nodig hebben. En internationaal zo'n 57 miljoen. Dus er wordt in een mijnbedrijf continu geïnvesteerd, omdat je natuurlijk onderhoud hebt ook, maar je hebt soms onderdelen die je moet vervangen. Albert Ramdien, Senior Director External Relations van Newmont Gold Corp Suriname. Hij sprak over de toekomstplannen van het goudbedrijf in het Paramaccaanse gebied.